Er is een beetje een brandstofprobleem aan het ontstaan in Nederland. Ja, dat bleek. Bleek dat vooral de grote maatschappijen daar problemen mee hebben. En wij zitten dus niet meer bij een grote maatschappij. We hebben dus geen enkel probleem. En krijgen ook naar verwachting geen problemen in de komende tijd. Hoe nijpend is die situatie voor andere maatschappijen? Die situatie is behoorlijk nijpend. Ik heb vanmorgen gehoord dat Shell Express ongeveer 60 stations droog heeft staan in heel Nederland. En dat is van het ongeveer 80 stations, is van een hele grote groep. Maar hoe groter de organisatie, hoe moeilijker het is om bij te schakelen. En kleine handelaren, die kunnen natuurlijk veel gemakkelijker bijschakelen. Zijn flexibeler in het bijkopen van transport. Wat kunnen de consequenties zijn over pakweg een maand, twee maand? Ja, de waterstand is natuurlijk al erg lang laag. Dus hij zal wel niet lager worden en de voorraden zijn ze natuurlijk al lang doorheen. Dus de situatie zal wel niet erger worden als dat die nu is. Dat verwacht ik niet. Maar het zal nog een tijdje duren, dat geloof ik wel. Stel, we zijn een half jaar verder en er is nog steeds geen regen van betekenis gevallen. Wat dan? Dan wordt het droog. moeilijk te voorspellen natuurlijk. Er zal natuurlijk capaciteit worden bijgekocht. Transport over de weg, wat natuurlijk niet zo 1, 2, 3 te regelen is. Rivier is natuurlijk helemaal erg moeilijk. Het schijnt dat ook een railtransport, dat het heel moeilijk is om dat op korte termijn in te schakelen. Dat al een jaar van tevoren vol zit. Dus ja, daar komen al een beetje problemen in. Dat zal wel eens. Maar wat ik ook een klein beetje vermoed, dat is best misschien een gevaarlijke stelling. Dat schaarste drijft ook de prijs op. En het kan ook best zijn dat er partijen zijn die gebaat zijn bij schaarste, dus de schaarste creëren. Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat het geval is. Schetst u eens het allerslechtste scenario? Ja, dat we droog staan. Dat is een ramp voor een pomphouder. Een verleden is gehad door slechte organisatie bij een benzinemaatschappij. Maar als vrije pomp hebben we daar geen last van. Nog nooit. Praten we nog niet over de economische gevolgen van de droogte? Nee, dat zijn voor mij natuurlijk als pomphouder vrij moeilijk in te schatten. Economische activiteiten komen op stil te liggen. Als alles stil komt te staan, het wegtransport stil komt te staan, auto's stilstaan, dan zijn de gevolgen natuurlijk groot. Maar zover denk ik niet dat het komt.